Voorzitter, we zijn op een gevaarlijk moment gekomen in de coronacrisis. De vraag is, lukt het ons om het tij te keren of zevenen we af op een lange lockdown? Met achter dat woord lockdown het verlies van duizenden mensenlevens en het verlies van honderdduizenden banen. De feiten zien er niet goed uit. Het aantal besmettingen dat oploopt, het aantal ziekenhuisopnames, meer dan 150 verpleeghuizen die nu weer zijn aangedaan. Het probleem dat onze beschermingsmiddelen, de test- en de bron- en contactonderzoeken, eigenlijk niet of niet meer voldoende functioneren. En, voorzitter, we moeten vaststellen dat we in de zomer en sinds de zomer kostbare tijd hebben verspild. En laat nou te weinig te laat alsjeblieft niet het eindoordeel worden over de crisisaanpak van dit kabinet. Nu is er een nieuw pakket aan maatregelen en ik wil daar helder over zijn. Wij steunen die maatregelen. Sterker nog, ik roep iedereen op om zich aan die maatregelen te houden en een bijdrage te leveren. En tegelijkertijd moet ik u heel eerlijk zeggen dat ik mijn hart vasthoud. Ik vraag me af of het kabinet niet een gok neemt door een pakket samen te stellen dat bedoeld om precies uit te komen op het net terugdringen van die besmettingen. En ik vind dat een gevaarlijke vooruitzicht. En ik denk dat de problemen groter zijn en dat je dus eigenlijk nu sneller meer zou moeten doen om de gezondheid te beschermen, maar ook om de economie te beschermen. Want ik denk dat het kabinet moet erkennen dat met deze maatregelen de kans dat er over 3 weken weer wordt versoepeld eigenlijk nul is. Terwijl dat wel het perspectief is wat wordt geboden aan de ondernemers. En voorzitter, als je dan kijkt wat er gebeurt. Ik sprak maandag met medewerkers van het Amphia ziekenhuis in Breda die eerste golf hadden gehad. En een daarvan schoot letterlijk vol toen ik vroeg, hoe gaat het nu met je? Het beeld van een zaal vol mensen die aan de beademing lagen op hun buik. Ze zeiden, we willen dat niet meer. We hebben daar geen zin in. We kunnen dat niet nu weer opbrengen. Een ander die zei, ik moet straks weer mijn patiënten in de steek laten om op een cohortafdeling te gaan werken. Patiënten met kanker, patiënten met hartklachten die in gevaar komen. Dus ook voor die mensen moeten we nu meer en sneller doen. En als je praat met de leraren nu, die in soms slecht geventileerde scholen zien dat daar pubers door de gang krioelen, dan zullen we ook meer moeten doen om die scholen te helpen het veilig te houden. Ik zeg niet de scholen sluiten, ik steun het openhouden van de scholen, maar we moeten wel meer doen. Bijvoorbeeld nationale richtlijnen hoe je omgaat met besmettingen. Nationale richtlijnen hoe je bijvoorbeeld met mondkapjes in de gangen tussen de vakken door het risico op besmettingen reduceert. En als je praat met de medewerkers van de verpleeghuizen en de thuiszorg, die al ervaren hebben hoe het voelde om onbeschermd hun werk te moeten doen, die schreeuwen om met beschermingsmiddelen hun werk te kunnen doen. Om zichzelf te beschermen, maar misschien nog wel meer om hun cliënten en hun patiënten te beschermen. En als het OMT adviseert om dat nu te doen, dan is het onbegrijpelijk dat het kabinet dat nu niet overneemt. Je kunt niet na de lessen die we moeten leren uit het voorjaar opnieuw zo'n risico nemen. Met die medewerkers en met die patiënten. En nogmaals, er zijn al meer dan 150 verpleeghuizen aangedaan. En als je denkt aan de medewerkers van de supermarkt die al die tijd hebben doorgewerkt, die geen bonus hebben gekregen, zoals u weet, die ging naar de aandeelhouders, dan is het dus ook niet verantwoord om te zeggen, laat die dan nu maar een mondkapjesplicht handhaven of afdwingen. Dus voorzitter, maak duidelijke nationale richtlijnen met een verplichting om in winkels waar de 1,5 meter niet kan worden gehouden, een mondkapje te dragen. Niet omdat het dé oplossing is, maar omdat het bijdraagt en omdat we er belang bij hebben om nu zoveel mogelijk te doen om het aantal besmettingen snel omlaag te brengen. Dat is wat we moeten leren van hoe dit afschuwelijke virus werkt. Ik zie daar een bekend gezicht. De heer Jette. Ja, voorzitter, ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat na de persconferenties van het kabinet en de burgemeester van Amsterdam de verwarring is over die mondkapjes. En werd net in de eerdere interruptiedebatje ook al duidelijk, we gaan vandaag proberen daar meer rust en duidelijkheid in te krijgen. De heer Asscher gebruikt nu het woord verplichting. Wil hij een wettelijke plicht voor het dragen van mondkapjes binnen op die 1,5 meter afstand of kiest hij voor een duidelijk landelijk advies? Ik zou dat zeker, omdat het raakt aan grondrechten. Het is een beperking van grondrechten en je kunt niet zeggen, nou kijk maar, zou ik dat doen? Ik zou nu zeggen, vanaf vandaag geldt het dringende advies, overal binnen waar die 1,5 meter niet kan, in de winkels een mondkapje te dragen. Ik zou ook aankondigen dat dat een verplichting wordt en dat moet je dan netjes formeel regelen, want dat schrijft onze grondwet voor. En volgens mij moet je dan
artikel 58J van de voorgestelde COVID-wetgeving daarvoor gebruiken. Dat is er nog niet. Daar is het kabinet laat mee, hè, want we zitten al 7 maanden in die crisis. Maar dat zou een wettelijke basis moeten vormen om het ook juridisch vorm te geven. En vervolgens weten we hier allemaal dat als iets een verplichting is, 80% en misschien wel 90%, misschien wel bijna 100% van de Nederlanders zich aan gaat houden. Want je communiceert duidelijk wat je gaat doen, waarom je dat doet. Je draagt dat om een ander te beschermen. En zo kunnen we allemaal ook iets doen aan die crisis in plaats van alleen maar binnen zitten en afwachten. En zeker, dan moet je, vind ik, ook netjes regelen dat het juridisch in orde is. De heer Jetten. Nou, voorzitter, ik denk dat een van de lessen van de afgelopen maanden is ook dat we veel meer moeten nadenken over hoe we gedrag van mensen veranderen. En niet elke keer vooral moeten nadenken in verboden en handhaving. Dus ik zou toch nog een keer willen vragen, is het niet veel beter om nu voor een landelijk advies te gaan met een goede communicatiecampagne, zodat we mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. En die stap naar een wettelijke verplichting, waar ook heel veel handhaving bij komt kijken, om die nog achter de hand te houden en niet nu al meteen in gang te zetten. Voorzitter, hier stelt de heer Jetten een vraag die ik al beantwoord had. Ik pleit voor een heldere landelijke richtlijn die nu begint met een klemmend advies, waarbij het duidelijk maakt, het wordt ook een verplichting. Vervolgens zegt hij, ja, hoe moet je dat dan allemaal handhaven? Ik heb aangegeven, als je dat duidelijk doet en de urgentie communiceert, dan zul je daar veel minder handhaving voor nodig hebben. Dat is ook niet waar ik voor pleit. Maar ik pleit wel voor duidelijkheid. En ik vind het wishy-washy, 7 maanden zeggen, jongens, het werkt niet. Maar het is verplicht in het openbaar vervoer. Je moet het dragen op de pont naar Amsterdam-Noord in de stralende zon. Maar niet in een ziekenhuis of in een verpleeghuis. Dat vind ik onverantwoord in de tijd waar we nu leven. Je hoeft helemaal niet een batterij handhavers te doen. Maar nu laat je de handhaving over aan een supermarktmedewerker die ruzie krijgt voor de ingang. En de een doet het wel, de Bijkorf doet het wel, de HEMA doet het niet. Het wordt een concurrentievoordeel. Dus we gaan hier nu winkeliers eigenlijk bijna tegen elkaar opzetten met als prijs de gezondheid van hun eigen klanten en van, met name van hun oudere bezoekers. Dus dat is niet verantwoord en dan moeten we, ik hoorde dat in de interruptie van Dijkhoff, daar ben ik mee eens, moeten we vandaag duidelijkheid over krijgen. En wat mij betreft geven we die ook. En geen misverstand, heel veel van de maatregelen die nu worden getroffen, daarom is het ook zo'n verschrikkelijke tijd, grijpen in onze grondrechten. De grondrechten om elkaar te kunnen zien, de grondrechten om bijeen te kunnen komen. Dit gaat over je lichamelijke integriteit, maar het is ook een grondrecht op gezondheid. Dat is er aan de orde, daar is die hele wet publieke gezondheid op gebaseerd. Maar wacht niet, dus het belangrijkste probleem vind ik, er wordt steeds... Nee, ik ga daar geen kwalificatie. Ik vind dat er tijd verloren is gegaan die kostbaar is en ik vind dat we haast hebben. Voorzitter, ik kom terug bij waar ik was gebleven in mijn betoog. Voorzitter, we zien dat het kabinet steeds vaart op onafhankelijk experts, maar we lezen nu ook dat die rollen vermengd beginnen te raken. Dat vind ik gevaarlijk. We lezen dat het OMT eigenlijk te horen krijgt wat ze moeten adviseren in plaats van andersom. En als er desalniettemin wordt gezegd, doe nu meer en doe het sneller, ga voor een snellere terugdringing van het aantal besmettingen, dan vind ik dat een belangrijk appel aan dit kabinet. En ik vind ook dat het kabinet rekenschap moet geven van de effecten die dit nu al heeft en met een aanvullend steunpakket moet komen voor de sectoren die het meest zijn aangedaan. Voorzitter, we kunnen de tij nog keren, maar dan moet het kabinet niet hard leers zijn. Dan moet het afstappen van een strategie die soms meer lijkt op hopen dat het lukt in plaats van met z'n allen duidelijk streven naar indammen, naar wegduwen van dat virus en daarmee gezondheid en economie overeind houden. Dank u wel. Dank u wel.